De toerismestroom naar Georgië is enorm toegenomen nadat men het spel Wie is de Mol in Georgië heeft laten spelen. Talsa-reizen geeft u de mogelijkheid Georgië nu met eigen ogen te aanschouwen. Tbilisi is de hoofdstad van Georgië en ligt aan de rivier de Midvari en telt ruim 1,5 miljoen inwoners. Over de rivier heeft men een aantal jaren geleden de Vrijheidsbrug gebouwd als herinnering dat men in 1991 onafhankelijk werd van de Sovjet-Unie. De architect is een Italiaan. Op verschillende plekken ziet men nog de oude huizen met prachtige balkons van uitgezaagd hout. De kerk van de Heilige Drievuldigheid werd gebouwd tussen 1995 en 2004 en is het allergrootste religieuze gebouw van Georgië. Het is de zetel van de patriarch van geheel Georgië. De naam Tbilisi is afgeleid van warm. De stad heeft zwavelrijke warmwaterbronnen die de badhuizen van warm water voorzien. Bovenop de berg ligt de Narikala-vesting, die men per kabelbaan kan bereiken. Het fort werd vaak verwoest, maar ook weer opgebouwd en steeds vergroot. Binnen de vestingruïne muren staat een Nicolaaskerk, die zeer geliefd is bij trouwerijen. Op de berg het paleis van de president. Een mix tussen het Capitool en de Duitse Rijkstaak. In de gevel van het Poppentheater ziet men een mooi klokkenspel verwerkt. We naderen hier het stadhuis en brengen een bezoek aan het Nationaal Museum, waar onder andere prachtige oude sieraden te zien zijn. Van goud en zilver. Kasteel Mukrani stamt uit de 19e eeuw en wordt vaak voor feesten gebruikt. Het slot heeft een eigen wijnmakerij. Het grootste tegeltableau in het kasteel is gemaakt door de Harlinger Aardewerk en Tegelfabriek.
maken een tocht door het Caucasusgebergte en genieten van de overweldigende natuur. Aan het Centralistuurmeer ligt het aan een Noorifort, in de 17e eeuw gebouwd, maar eigenlijk is het een klooster. Op het binnenterrein staan twee kerken met prachtige fresco's. De Caucasus is een berggebied met toppen tot over de 5000 meter. De natuur is hier overweldigend. De Dariel-kloof ligt op de grens van Georgië en de Sovjet-Unie. De weg is door de Sovjet-Unie aangelegd. Het ligt op bijna 1500 meter hoogte. Stalin is in Georgië geboren en voor hem is een museum geopend met veel persoonlijke bezittingen. De stad Mestia ligt in het noorden van het gelijknamige district op ongeveer 1,5 kilometer hoogte. Vroeger was het de hoofdstad van de provincie Zwanetië. Men ziet in Mestia veel verdedigingstorens, woontorens. Mens en dier leven in één ruimte tezamen. Veel is nog steeds bij het oude gebleven. De stad met ongeveer 3000 inwoners ligt in een schilderachtig dal met besneeuwde bergen als achtergrond. Saklarım ya hoş, şevadan ya. Şevadan ya, şevadan ya, şevadan ya.
is Zwitserland. Blazwinst. We zien hier hoe mens en dier samenleefden in één ruimte, met alle risico's van dien. Klimt men in deze woontoren naar boven, dan wordt deze moeite beloond met een mooi uitzicht over het stadje en de omgeving. We zijn op weg naar het bergdorpje Uzguli. Het dorpje ligt hoog in de Caucasus en het leven is hier hard. De weg is slecht begaanbaar en eigenlijk alleen geschikt voor vierwielaandrijving. In de winter is het bijna ontoegankelijk. De bergkloof waar we doorheen rijden is fascinerend, maar men kan beter geen tegenliggers hebben. Onderweg nog even een stop maken bij een klein kerkje. Het interieur is versierd met prachtige fresco's en iconen. Passeren op deze weg is wel wat lastig. Maar met wat moed en beleid lukt het toch weer. De gemeente Uzguli heeft 4 dorpen die tussen de 2000 en 2200 meter boven de zeespiegel liggen. Het zijn de hoogst bewoonbare gebieden van Europa. In de dorpen bevinden zich architectonische en historische monumenten. Uniek, net als in Mestia, zijn de torenhuisjes, de bescherming tegen sneeuwlawines en overstromingen. Het leven in deze dorpjes is hard en de natuur is meedogenloos.
Oplysike was een stadje dat voor een groot gedeelte was uitgehouwen in het gesteente. Men kan nu alleen nog maar de resten bekijken. De stad ligt hoog en was goed te verdedigen. De Engouri-stuwdam is gebouwd in de rivier de Engouri. In 1988, na 20 jaar bouwen, werd de dam in gebruik genomen. De Russen waren de bouwers. De dam is 750 meter breed en 272 meter hoog. 40% van de Georgische stroom wordt hier opgewekt. Omdat de dam een slechte staat van onderhoud had, heeft men tot 2006 een restauratieplan uitgevoerd. Alle generatoren werken nu weer. Deze kathedraal werd gebouwd in de eerste jaren van de 11e eeuw. In haar naam werd ontleend aan de opdrachtgever, koning Bagrat III. De Ottomanen hebben in de 17e eeuw de kerk verwoest, maar in 1952 is men begonnen met het conserveren en restaureren van de ruïnes. Maar toen in 2001 de Georgisch-Orthodoxe Kerk eigenaar van de kathedraal werd, heeft men het gebouw grotendeels vernieuwd. En om deze reden is het van de UNESCO-lijst gehaald. Men vond dat er te veel afbreuk was gedaan aan de oorspronkelijkheid van de kathedraal. Kutaisi, eens de oude hoofdstad en gedomineerd door mooie kerkjes, heeft als middelpunt de oude kloosterkerk met een ommuurde kloosterhof, ter bescherming en verdediging van het complex. Na een mooie reis vliegen we weer huiswaarts. En hopelijk tot ziens bij Dalsere Reizen.